ik weet het niet eens meer. We zitten nu op dag 5. Ja, 5. En ik ben nu 6 dagen weg, volgens mij, als ik dit wel goed heb. Vandaag een rustige dag. Gisteren ben ik echt ontzettend ver geweest. Ik heb ontzettend veel op mijn scooter gezeten. En daar heb ik vandaag echt compleet geen zin in. Dus ik ga vandaag gewoon een lekker rustige dag doen. Ik ga eerst kanoën of kajakken vanaf 1 uur tot volgens mij een uurtje of 3. Ik denk dat het 2 uurtjes duurt ongeveer. Daarna ga ik het stadje in, want hiernaast heb ik een heel leuk stadje waar je heel veel Hawaïaanse dingen kan kopen. Dus ga ik daar even kijken. Daarna ga ik weer terug. Dus ik ga niet te veel doen vandaag, gewoon een rustig dagje houden. En vooral hier dichtbij blijven. Of sowieso niet op de scooter zitten, want daar heb ik vandaag echt geen zin in. Het is nu 11 uur 's ochtends en het is echt super lekker weer. Ik ben net al even naar het strand geweest. En ja, wifi doet het nog steeds, maar dat maakt niet heel veel uit. Ik bedoel, ik ben hier niet voor de wifi. Ik heb net gezwommen, nu ga ik even wat eten, want over een half uurtje moet ik bij de kano-kajakting zijn, dan ga ik kajakken. Ik ga even dingen mee kunnen nemen. Geen idee hoe lang het kajak gaat duren, dus ik ga water meenemen, eten en mijn camera. Hopelijk kan alles mee. Yeah. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flipsy. Now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose? Between music and money, fans and friends, I hope that all the above is on the scantron then. Life is a test, then I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they gonna last. Can't afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money and need the record plays, you'll turn into a Lady Gaga monster for the fame. That's why all of a sudden all your music sounds the same. But me, I'll keep it me, have nobody else to blame. Cause even if I never ever make it in the game, I'll know I kept it true when I gave my all to you. But now fuck it, I ain't in it. Ik heb echt super lang gekanoed, van 1 uur tot 5 uur. Volgens mij was het een uur kanoen heen. Toen zijn we naar een waterval toe gelopen, dat was weer een uurtje lopen. Toen we daar aankwamen zijn we daar volgens mij een uurtje gebleven en toen anderhalf uur terug of zo en toen weer terug met de scooter. Dus ik ben nu net terug, ik wilde eigenlijk nog het stadje ingaan, maar het is nu al 6 uur. Dus de winkels gaan ook sluiten, alles dicht. Dus het eerste wat ik nu ga doen is naar de supermarkt nog eten kopen. Daarna ga ik avondeten ook kopen. Gewoon een kant-en-klare maaltijd of zo. Zoiets ga ik denk ik halen. En mijn benen zijn ook al verbrand, dus ik heb maar nog een broek aan gedaan. Want alles is nu verbrand, zeg ik. Het is echt bagger.